Welkom bij de dameswedstrijd UZTC Donk. Tweede wedstrijd in de halffinale, best of 5 in Utrecht. Mooi begin van een lange middag. En, eerste dames, die zijn ze nu aan het klaarmaken. De laatste dingen zijn nog bezig. En we gaan zo naar een mooie wedstrijd gaan bekijken. Nieuw duo hier achter de knoppen en achter de microfoon. Ik zal eerst mijn collega voorstellen. Mike? Ja, hallo. Goedemiddag. Mijn naam is Mike Havenkotte. Ik zit hier vandaag voor het eerst. Mijn historie met waterpolo. Ik heb zelf altijd gespeeld bij BZC Brandenburg. Wat verschillende jeugdteams. En vandaag zit ik hier... De wedstrijd verslag te doen bij UZTC tegen Wiedex GZC Donk. Ja, Robert Havenkotte, familie van Mike. We gaan met z'n tweeën vanavond het commentaar doen. Zelf van alles en nog wat gedaan in het waterpolo. Van speler, coach, bestuurslid. Van alles en nog wat gespeeld. En we zijn eigenlijk in de volle verwachting... van de wedstrijd en we gaan proberen jullie daar op een zo leuk mogelijke manier verslag van te doen. We hebben natuurlijk wel een mooie positie op te vullen, want we hebben heel veel leuke dingen gehoord en ook zelf geluisterd naar Willem Wouter Gerritsen en Bart Pol. Dus wat dat betreft hebben we wel grote schoenen om te vullen, maar we gaan ons best doen. We zijn ook op Twitter. Mike, kan jij aangeven hoe mensen kunnen reageren? Ja, we zijn inderdaad op Twitter actief. We zijn nieuwsgierig wanneer er vragen zijn dat ze doorgestuurd kunnen worden. Dat kan via het officiële Twitter-account van UZTC Utrecht. Dus apenstaartje UZTC. En dan stuur gezellig een vraag in en dan zullen wij die gaan beantwoorden tussen de wedstrijd door. Inmiddels liggen beide ploegen klaar en... Ja, gaat de swim of zo starten. Oké, we kunnen gaan beginnen. Het is mooi, het is lekker weer, mooi bad en hopelijk een mooie wedstrijd.
balbezit via Maud Megens. En Donk mag de eerste aanval gaan inleiden. Oké, benieuwd. Afgelopen vrijdag is de eerste wedstrijd overigens al gespeeld. Die is in Gouda. Tot en met de derde part was dat een spannende wedstrijd die met 5-3 het vierde part inging. Waarna uiteindelijk Donk het verschil maakte. Dus wij hopen eigenlijk op een mooie, spannende en vooral leuke wedstrijd. Het pad begint langzamerhand wat voller te raken. Dit zijn de leukere wedstrijden die je hebt in het seizoen. Gaaf om zo het sfeertje hier in Utrecht te mogen proeven. Ja, en ook leuk om een keer op deze manier een wedstrijd te gaan kijken. We hebben een hartstikke mooie plek. We zitten vooraan in het bad. En om eens een keer die livestream te gaan volgen en kijken hoe dat werkt. Een hele dameswedstrijd lang. Dus we hebben er zin in. En de spelers ook. Dus het wordt een mooie wedstrijd. En we zien langzamerhand al steeds meer kijkers komen. We zijn er nu inmiddels 18. Dat zijn er 10 in de afgelopen minuut die erbij zijn gekomen. Dus als mensen nog niet aan het kijken zijn, geef ze een seintje dat ze kunnen gaan kijken. Mike, wat verwacht jij van deze wedstrijd? Voordat ik je vraag zal beantwoorden, het staat 1-0 voor Wieders GCC Donk. Vrije bal op een meter of 6. En Nomi Stompa schiet hem in de lange hoek en Donk gaat aan de leiding. Oké, Mike, wat verwacht je van de wedstrijd vandaag? Ik verwacht een wedstrijd die lang gelijk op zal gaan. En ik denk dat het... laatste anderhalve part dat het dan beslist gaat worden. En ik ben vooral heel benieuwd naar de man meer deze wedstrijd. Dus ik heb er zin in en UZC in de aanval. Ik ben het een groot deel met je eens. Ik ben dus wel benieuwd naar de man meer, maar ook naar het verdedigen van beide ploegen. Omdat ze van allebei een hele goede keeper hebben liggen. Allebei keepsen van het Nederlands team. Twee goede keepers, dus ik denk dat... doelpunten wel eens duur zullen kunnen worden vandaag. Uitsluiting voor UZC nummer 4, Merel Bouwman. Dus de eerste man meer in de wedstrijd voor Donk. Na een foute paas van Isabelle van Toorn gaat deze man meer aan de kant van Gouda, gaat hij voorbij en mag UZC weer in de tegenaanval. Dat zal denk ik ook een wapen zijn wat allebei die ploegen veel zullen gebruiken. Veel contra en daar zijn ze ook allebei uitstekend toe in staat om een goede contra te spelen. Ik denk dat daar ook de meeste kansen voor ze liggen om te gaan scoren. 6 tegen 6 zal het wat lastiger worden en na een contra van UZ... is nu Donk op weg in een contra. Keurig de contra eruit gehaald door UZC, waardoor Donk weer een normale 6-6 aanval gaat starten. Aanvallende fout en UZC mag weer in de aanval. Je moet de microfoon wat dichter bij je mond houden, Mike, denk ik. Dat krijg ik nu ook inderdaad door. Zo leer je iedere keer weer wat, hè? Precies. Nu de andere kant op. Net een man meer voor Donk die niet werd benut. En nu gaat het dus steeds hetzelfde proberen, maar dan aan de andere kant. Uitsluiting voor, wie was het? Even kijken, dat was Laura van der Graaf. Ja, klopt. Er zijn inmiddels op 25 mensen die het aan het kijken zijn, Mike. Ik ben benieuwd hoeveel er straks aan het eind van de dag zijn. 26 inmiddels. Alleen ik heb nog geen vragen gezien. Jij wel? De vragen zijn nog schaars, dus we hopen dat we nog een drukke avond voor de boeg zullen krijgen.
Maud Megens die nu in de eentje richting de goal gaat. En die ook heel keurig afmaakt, lange hoek. En daarmee brengt zij de stand op 2-0. Door een, door een redelijk snelle contra van de formatie uit Gouda. En zulke kansen zijn aan Maud altijd wel besteed. Dus 2-0. We krijgen nu een klein beetje technische aanwijzingen, want het schijnt iets niet helemaal goed te zijn met het geluid. Hopelijk is het nu verholpen. De eerste periode is halverwege, 2-0 voor Donk. En het is met heel veel zwemmen, heel veel bewegen. Dus moeilijk 6-6 en heel veel contra. En hoppakee, daar gaat Donk weer in de contra. Er wordt nu een achterbal gegeven. Volgens mij ging het schot via Laura van der Graaf over via de vingertoppen van Laura Aerts. Maar... Ik wou ook net al zeggen, mooie redding van de keepster. Maar de scheidsrechter zag het allebei anders. Maar volgens mij was het inderdaad een goede redding van de keeper. Kijk jij nou wat meer naar de keepers, Mike, of niet? Stiekem wel. Het zit bij het voetbal natuurlijk, waar ik zelf actief ben als keeper. Maar ik moet zeggen... Ik vind het gaaf om ook in het waterpolo toch wat extra aandacht naar de keepers types te leggen. En, dus in dit geval kan ik wel genieten van Laura en van Debbie aan de kant van Gouda. Ja, Debbie deed net eigenlijk hetzelfde wat Laura deed. Alleen nu krijgt UZC krijgt wel een cornerbal te nemen. En we spelen weer 6-6. Ik hoop dat ook thuis de nummers en de spelers goed te herkennen zijn op de stream. En zo niet zullen we gaan niet de hele wedstrijd commentaar geven, maar wel vertellen wie wat als er een doelpunt is of als er een uitsluiting is, wie het zijn. Doelpunt van Kiki Geeserik. Een bekeken schot in de korte hoek. En Kiki Geeserik brengt de stand op 1-2. En... we hebben nog 2:29 te spelen in de eerste periode. Wat beide wissels aan beide kanten. Dus Donk mag weer midden uitnemen en gaat zo de aanval opzoeken. Je ziet dat bij het polo, ook bij de dames, waar nu een man meer komt voor Donk. Dat het zo snel gaat en zoveel kracht kost, dat de speelsters gewoon heel snel achter elkaar wisselen. Na 3-4 minuten wordt er alweer een aantal speelsters gewisseld. Er zijn er maar weinig die het eigenlijk lang in de hele wedstrijd volhouden. En we kijken nu naar Donk, die volgens mij nu met een prachtige man meer scoort. Doelpunt van Lindy Stoller, maar wel helemaal mooi uitgespeeld. Mooie teamaanval, mooie teamopbouw. Mooi doelpunt. En zij brengt de stand op 1-3. Met nog 1:50 te spelen. En ook Amarens Genees weer terug. Contra is weer opgevangen en hoppakee, de andere kant weer op. Het blijft toch wel heel erg een zwemwedstrijd. Waarbij nu aan de rechterkant Kiki Geeserik weer door is. Kiki Geeserik gaat af op Debbie. En krijgt er 5 meter mee. Uitsluiting voor Laura van der Graaf. En dat is haar tweede deze wedstrijd. Het is wel snel om nu je tweede pijl te hebben, Mike. Dat is zacht uitgedrukt, zeker als ze nog ruim 3 periodes moeten spelen. Dus ik ben benieuwd of ze nog veel vanaf de mid-achterplaats gaat spelen. Sonja Schreuder met de 5 meter. En daar is toch de individuele klasse van Debbie Willems die, uh,
die hem uitstekend stopt. En Dong mag weer in de aanval. Niet te veel naar de keepers kijken, Mike, hè? Oh. Dat is af en toe het harde van polo. Aan de ene kant een bal missen, strafworp. En aan de andere kant Maud Megens, die vanaf de mid-voorplek gewoon een prachtig individueel doelpunt maakt. Dus eigenlijk gingen we uit van 3-2, het is nu 4-1. En daar zal UZ nu toch snel wat moeten gaan doen. Belangrijke rol weggelegd voor de keepster van Gouda. Nog 1 minuut te spelen en UZC mag in de aanval. Melissa Dongelman is inmiddels op de mid-achterplaats gekomen in plaats van Laura van der Graaf. Moet zo het schot komen van Kiki, daar komt hij. Helaas. En Dong mag in de tegenaanval. We hebben nog 43 seconden te spelen. En Dong is weg. De laatste aanval is voor Donk. Er wordt een time-out aangevraagd door Johan Eintjes, de coach van GZC Donk. Iedere ploeg, of eigenlijk iedere coach, mag iedere periode, de wedstrijd bestaat uit 4 periodes van 8 minuten netto, iedere coach mag in iedere periode 1 time-out aanvragen. Doen ze het niet, dan ben je hem kwijt. Dus je ziet dat vaak aan het einde van een periode de coaches toch nog even gebruik gaan maken om die laatste aanval met elkaar door te nemen. Een plan te maken om te kijken of toch dat laatste balletje er nog in kan. En ik denk dat Donk een lange aanval gaat spelen. En mocht op een gegeven moment dat heel snel balverlies opleveren, dan durf ik er wel wat op te verwedden dat ook de coach van UZC Rob Beijerman dan meteen naar de time-out zal grijpen. Maar eerst gaan we kijken wat ze net hebben afgesproken om te gaan doen in de laatste, wat was het Mike, 28 seconden? 26? Inderdaad, 28 seconden volgens mij. Ik denk dat ze een lange aanval zullen spelen en dat uiteindelijk het een schot gaat komen vanuit Marloes Nijhuis of Maud Megens. Dus ik ben benieuwd. 20 seconden te spelen. En zoals mijn collega net al heeft voorspeld, aanvallende fout van Donk. En meteen de time-out aangevraagd door Rob Beijerman, die zijn dames nu de laatste instructies zal gaan geven voor de laatste paar seconden van de eerste periode. Dus kijken wat hij zijn ploeg gaat meegeven. Ze hebben alleen een beetje minder tijd om een aanval te spelen dan Donk. Maar ook zij zullen nu gaan afspreken wat ze gaan doen. Ze hebben nog seconden of 10, denk ik. Dus het zal snel een schutter aanspelen zijn. Ik denk dat hij daar een vrije bal gaat organiseren. Versieren misschien ook wel op een meter of 6, 7. En dan wordt het schieten. Ik zou mijn geld zetten op Amarens Gené dat hij gaat schieten, maar we gaan het zien. Donk zal voornamelijk gaan proberen om geen overtredingen te maken. Die wordt nu toch gemaakt, maar er is nog 12 seconden te spelen en nog iets te vroeg om een schot te geven. Via Alice Desplat. Als je kijkt helemaal op doel, het werd uitgespeeld. Alice Desplat, eigenlijk hadden we verwacht dat ze zou gaan schieten. Maar ze hield gewoon mooi het overzicht en één keer dreigen over een Leonie van der Molen. Die maakte hem prachtig mooi af. We krijgen inmiddels ook de eerste tweets krijgen we binnen. En we krijgen er ook eentje binnen van Jesse Koopman. Die zit ergens in Spanje te kijken. En de insiders weten dat is het vriendje van Debbie. En Jesse speelt in Spanje. En die stellen nu de vraag wat het verschil is tussen een UMV en een UMV 4. Ik denk dat Jesse het wel weet en eigenlijk Mike zijn spelregelkennis aan het testen. Dus Mike zegt tegen mij, doe jij maar het antwoord geven. Een UMV 4, beste Sebastiaan en beste Jesse.
dan ga je eruit. Er is ook een vraag van Karin Bouwens. Misschien kunnen jullie de stand ook in beeld krijgen op de livestream. Dat kunnen wij niet met z'n tweeën. Ik weet dat het... Ik weet niet of dat nu zichtbaar is, maar ik denk het niet. Maar we zullen zelf ook proberen om, en niet proberen, maar gewoon doen, om jullie wat meer de stand door te geven. En niet alleen maar doelpunten. En om daar meteen maar mee te beginnen. Het is 4-2 in het voordeel van Donk. En we gaan bijna beginnen over 22 seconden aan de tweede periode. Ook kunnen wij hier op ons tweede scherm meekijken bij ZVL in Leiden tegen het Ravijn. En wij zien dat het daar na drie periodes, dat ZVL in de leiding gaat met 9-5. Voor de mensen die dat nog niet weten, dat is de andere halve finale ZVL tegen het Ravijn. En 9-5 na drie periodes. Dus het ziet er naar uit dat daar... ZVL BAM op 2-0 gaat komen in wedstrijden. Maar zover zijn we hier nog lang niet. UZC heeft de bal precies voor onze neus, Lieselotte Smit. We horen nu dat de stand ook in beeld is. Daar nemen wij graag alle credits voor. Maar dat doen wij niet. Dat doet de techniek hier in Utrecht. Ik moet zeggen, het is allemaal hartstikke goed en mooi geregeld. Mooi in beeld gebracht en die ook met de stand. Dus... Beter dan dat kan het niet. We zullen het toch af en toe nog blijven omroepen. Goeie met vooractie van Lisette Rozenboom. Goed verdedigd door Lieselotte Smits. Dus UZC mag weer in de tegenaanval. Na een sterke met vooractie van Lisette. En nu gaan we weer proberen om Leonie van der Molen de mid voor bij UZC te pakken te krijgen. Je ziet het spel. Beide ploegen spelen best een diepe zone vanwege een goede keeper. Proberen dan een snelle contra te spelen. En als dat niet lukt, dan hebben ze allebei een paar goede midfors die ze aanproberen te spelen. Of om te scoren of om een man meer te krijgen. Maar contra blijft wel voorop staan wat ze willen spelen. Ook leuk om te vermelden is dat de heren van Donk inmiddels zijn binnengekomen. En die staan aandachtig mee te kijken achter de goal van Laura Aarts. En die zullen revanche willen nemen op de wedstrijd in Gouda. Die hierna zal plaatsvinden tussen de heren van Donk en UZC. Dus de heren komen langzamerhand het bad binnen. Maar dat lopen we een beetje vooruit, Mike. Eerst moeten we de eerste wedstrijd nog. En dat duurt nog even. En ik verwacht toch dat het bij elkaar blijft en een spannende wedstrijd gaat worden. Het is ook trouwens leuk om bij de coaches te zien. Ze hebben allebei wel een stoel, maar die kunnen ze net zo goed voor ze weghalen. Allebei de coaches staan en lopen steeds mee tot aan de 5 meter. Zover mag je als coach mag je komen. Als je ploeg aan het aanvallen is, mag je mee tot 5 meter. Dat staat zo'n geel pionnetje. Maar als je de bal niet hebt, als je aan het verdedigen bent, dan moet je eigenlijk weer naar je achterlijn gaan.
Als jullie vragen hebben aan ons, aan Mike of aan mij, stel ze gewoon over Twitter en we zullen ze proberen te beantwoorden. Ook als we het idee hebben dat sommige mensen vragen zitten op te stellen terwijl ze eigenlijk zelf wel het antwoord weten. Vanaf een waarschijnlijk een mooi terras ergens in Barcelona. Lisette Rozenboom die keurig een snelle contra afmaakt. Twee keer dreigen en dan in een lange hoek schiet. Daarmee brengt ze de stand op 2-5. Het voordeel van een goede linkshander, snel, goed schieten. En dat is iets wat ze gewoon hartstikke goed kan. En daar was ook Laura, was daar gewoon kansloos op. Uiterste lange hoek. En het is 5-2 voor Wiedex GZC Donk. Je ziet overigens wel dat Leonie van der Molen heel veel moeite heeft met... Met een mid-achters, omdat er ook erg goed wordt teruggevallen en een goede zone wordt gespeeld. Dus de mid-voor van UZSC Leonie van der Molen heeft nog weinig acties kunnen maken door de goede verdediging van Donk. Ja, bij het polo zie je dat wanneer er een goede mid-voor is, dat is degene die eigenlijk het dichtst bij het doel ligt. Met de rug naar het doel, waar nu Leonie Rozenboom ligt, nummer 10. Dat is wel de zwaarste positie in het veld. Ze krijgt nu ook de bal. Nu een fout en daar gaan we weer. Dat is wel de plek waar je die aan probeert te spelen, die een actie probeert te maken. En als de actie niet lukt, dan is dat de plek waar je het snelst een man meer of in dit geval een vrouw meer kunt verdienen. Dus dat wordt altijd geprobeerd om die aan te spelen. En ook door de verdedigers om de aanvoerlijnen die met voor weg te halen. Inmiddels een man meer voor UZSC, uitsluiting van Maud Megens. Dus die mag voor 20 seconden mag zij naar de hoek. Man meer UZSC. Dat was iets te hoog gemikt, maar... Schot was er, was goed uitgespeeld, alleen het schot was gewoon echt te hoog. Dus ik denk dat ze toch iets te veel achterover geleund lag om te schieten of te veel druk erop. En dat was een zonde. En daar gaan we weer. En dit zijn aan de andere kant nu altijd dure kansen als je hem eerst mist en vervolgens tegenkrijgt. Maar UZ heeft het weer opgevangen en we spelen weer 6-6. Het bad begint steeds voller te worden. Steeds meer mensen, zowel beneden als boven. En we krijgen ook steeds meer mensen die de livestream aan het volgen zijn. Inmiddels 36. Zijn er nog vragen, Mike, die we binnenkrijgen? Nee, op dit moment zijn er geen vragen. En wij hopen uiteraard dat die nog binnen gaan komen, zodat wij ze voor jullie kunnen gaan beantwoorden als er iets niet duidelijk is. Dus wij wachten nog even af, Robert. Inmiddels een man meer voor Wiedex GZC Donk. En Kiki Geeserik mag voor 20 seconden naar de hoek. Benieuwd wat Donk in gedachten heeft. Johan coacht vanaf de bank 6. En we zijn benieuwd. Inmiddels is het weer gelijk en liggen ze beide met 6 in het... 6 in het water. Goeie redding van Laura Aarts op een schot van Lisette Rozenboom. Goed gepakt van haar. Oeh, er was wel heel veel risico in die paas die ze geeft. U hoort het bad inmiddels begint te leven en te doen. Het lijkt of het echt begonnen is nu. Laura pakt een paas met veel risico die eigenlijk te lang is en wordt onderschept, waardoor ze een 1-0 krijgt. En vervolgens komt ze gewoon hartstikke goed het doel uit om de bal weer af te pakken. Dus ze maakt eigenlijk de eigen fout goed en dat brengt lekker wat beleving in het bad. Dat is alleen maar leuk. We
bekeken lopje van Lisette. Maar weer uitstekend gekiept door Laura Aerts. En Utrecht zegt in de tegenaanval. Het staat nog steeds 2-5 met nog 1:20 te spelen op de klok. Dat is een strafwoord en ik ben benieuwd. Strafwoord tegen Maud Megens. En ook Maud heeft inmiddels haar tweede P te pakken. Ik denk dat ze daar bij Widex GZC Dong niet zo blij mee zijn. Zij ook op scherp, want bij 3 P's ga je eruit. En deze gaat erin zoals het hoort. Mooi genomen. Merel Bouwman brengt niet zo heel snel van de stuk af. Dus die schiet gewoon die strafworp zoals het hoort er keurig in. Het is 5-3. En wel 2 speelsters bij GZC Donk die op scherm staan. Na de tweede periode worden wij even weggeklikt. Dat wisten we al van tevoren, maar komt er een filmpje over de vrijwilliger van UCTC. Iemand die ook alle tijd en aandacht verdient, omdat hij degene is die onder andere deze mooie livestream heeft geregeld. Alles organiseert en die ons ook probeert te vertellen hoe we het moeten doen. Beelden regelt. Dus wij zijn er na de tweede periode, zijn we er even niet. We zijn een paar minuten met, kunnen we even rustig wat gaan drinken en tegen elkaar even kletsen hoe wij het vinden gaan tot nu toe. Overigens, dat mogen jullie ook via de Twitter melden, wat je ervan vindt. Vind je dat wij andere dingen moeten roepen? Wil je dingen weten? Wil je andere dingen horen? Meld het ons en wij gaan kijken of we jullie daarin kunnen helpen. En nu kijken we nog 1 minuut naar Isabelle van Toor die op de lat schiet boven Laura Aerts. En UZ gaat weer in de contra. Laatste minuut is ingegaan van de tweede periode en de bal is bij Laura Aerts. Beide coaches hebben overigens nog een time-out te besteden deze periode. Dus ik ben benieuwd of die nog wordt genomen zo. Zullen we wedden dat als Donk de bal heeft, Mike, dat Johan een time-out vraagt? Ik ga er wel vanuit inderdaad. Het blijft nog... daar komt hij. Eigenlijk is coachen een makkelijk vak, vind je niet? We hebben een mooi zicht... Hier langs het bad en we zagen Johan langzamerhand vanuit zijn stoel omhoog komen. Ging wel heel langzaam hè, dat hij uit zijn stoel omhoog kwam. Inderdaad. En wat we al hadden voorspeld. Hij vraagt zijn time-out aan. En, we zijn benieuwd wat hij zijn ploeg voor de laatste 40 seconden gaat meegeven. Overigens worden we nu gefotografeerd door Marcel Tabals, coach van het Ravijn Heren. Die hier met een enorme camera rondloopt voor waterpoloworld.nl. Dat hij er nog tijd voor heeft als succescoach om toch nog foto's te maken. En hij kan toch nog niet missen, ondanks het feit dat hij volgend jaar toch gaat stoppen. Maar dat is even tussendoor. Donk gaat aanvallen. We hebben nog 38 seconden, denk ik, Mike? Volgens mij hebben wij nog iets meer dan 30 seconden te spelen. En Isabelle van Toorn gaat de bal midden uitnemen. Het waren overigens nog 20 seconden, Robert. Okay. Ik denk toch dat Donk het helemaal uit gaat spelen tot het laatste moment. En de bal ook niet meer kwijt wil raken. Dus... Oké, we gaan er even uit. Hoi, ik ben Rens. Ik ben 19 jaar oud en ben vrijwilliger bij UZTC. Nou, ik ben Kees Schielen. Ik ben
voorzitter van UZTC. En kun je vertellen wie Rens Huizen is? Nou, Rens, dat is een van de vrijwilligers van onze vereniging die heel actief is in en rondom ons blad. Met allerlei activiteiten die hij voor de vereniging doet. Hij loopt een hele hoop gaten daarbij ook dicht. Helpt tijdens de organisatie van de wedstrijden. Maar ook gedurende de week met de schoonmaak van het bad. Hij is eigenlijk altijd aanwezig op het bad. Vaak al vroeg tot s'avonds een van de laatste die weggaat. Hij is vaak ook bij het afsluiten van het bad nog aanwezig om zeker te zijn dat dat goed gaat. Dus dat is iemand die ontzettend actief in de vereniging staat. Ja, top. Ik vind echt dat Rens een tomeloze inzet heeft. En wat mij betreft absoluut onmisbaar is voor het organiseren van evenementen. Dames en heren, een hele goede middag. Welkom op de livestream van UZTC TV. Vanuit deze livestream gaan we een live verslag brengen van de wedstrijd Nederland tegen Frankrijk voor het EKT, het Europese kwalificatietoernooi. Dat gespeeld wordt hier in de Kromme Rijn in Utrecht. De bal gaat netjes rond. Kijken of ze de tempo hoog kunnen houden. De bal gaat wel wat vaak op water. Schitterende paas. Schitterende paas van Robin Lindhout. Bijzonder werk wat Rens heeft gedaan bijvoorbeeld met de livestream. Ja, dat was heel bijzonder, want door die livestream bereiken we veel meer mensen dan wij normaal gesproken bij de wedstrijd krijgen. En er zijn gewoon best wel veel mensen die best wel naar waterpolo willen kijken, maar gewoon niet in de gelegenheid zijn om te komen. Dus je kunt je voorstellen dat als zij via een livestream naar de wedstrijd kunnen kijken, dat ze op die manier toch contact houden met de sport. En dat is heel belangrijk voor een vereniging als UZTC. Ik moet eerlijk zeggen, voor mij is Rens Huizen al jarenlang een clubheld. En ik denk ook de nationale clubheld dat hij dat zeker verdient. Met name voor mij en mijn waterpolo-teams die ik hier gecoacht heb, heeft hij altijd heel veel videoanalyse gedaan. Je hoeft hem maar wat te vragen. Of de wedstrijd werd gefilmd, geanalyseerd van A tot Z. En je kon er meteen als trainer-coach van alles mee doen. Ja, livestreamen is ook weer zo'n mooi voorbeeld dat je zegt van hey, prachtige innovatie eigenlijk in het waterpolo. Dus ja, hij verdient deze prijs zeer zeker. Ja, iedereen weet op beeld nog wat te verzinnen of te bedenken in 2008, toen we Olympisch kampioen werden met de waterpolo-vrouwen, dat ik het water ingeduwd werd. Nou, als Rens deze prijs wint, dan ga ik langs de kant staan in mijn kleding en dan mag Rens mij het water induwen zoals dat in 2008 gebeurde. En ik hoop dat ik op deze manier een steentje bij kan dragen wat Rens misschien nodig heeft om clubheld van Nederland te worden. En dat verdient hij ook. Ja, we zijn weer terug aan het begin van de derde periode bij de wedstrijd. Halve finale play-offs bij de dames tussen UZTC uit Utrecht en Wienings GZC Donk uit Gouda. De stand is 3-5 in het voordeel van GZC Donk. Ja, we zijn het even weg geweest voor een mooi filmpje en veel aandacht voor Rens Huizen, degene die dit allemaal, die ook uw livestream mogelijk maakt. Mijn naam is Robert Havenkot. Ik ben voor de eerste keer deze wedstrijd als spreker op deze livestream aanwezig om u verslag te doen van deze wedstrijd. De eerste twee parten vond ik hartstikke leuk om te doen en we gaan er nog twee parten tegenaan. En mijn buurman naast me die
Even een korte introductie. Ja, hoi. Mijn naam is Mike Havenkotte. En we zijn inmiddels begonnen met de derde periode. En we gaan vrolijk door met u zo goed mogelijk verslag te geven vanuit het zwembad. Mout probeert het van een hele grote afstand. Maar Laura Aerts gaat wel steeds meer ballen pakken. Vind je niet? Groei als keeper in zo'n wedstrijd dan, Mike? Naarmate hij een aantal lekkere ballen pakt in de eerste twee periodes, dan merk je toch wel dat er dat je een bepaald gevoel krijgt dat je niet te verslaan bent vandaag. En ik vind beide keepers trouwens erg goed keepen. Ook hier weer een goede save van Debbie. Het scheelt wel een hoop, hè? Twee goede keepers in het polo team. Je kan je verdediging aardig erop aanpassen. En dat zie je toch wel in deze wedstrijd met een diepe zone die gespeeld wordt. En dan gaan we weer contra en weer met z'n allen zwemmen. Je ziet dat eigenlijk allebei de ploegen spelen toch een zone, inderdaad, wat jij zegt, Mikey, heel erg diep. Waarbij ze wel heel duidelijk keuze maken wie ze willen laten schieten. Ze hebben echt... Ze kennen elkaar natuurlijk door en door. Beide teams kennen erg veel. Don krijgt een 5 meter mee na een mooie met vooractie van Maud Megens, die de bal kreeg aangespeeld van Isabelle van Toorn. En Nomi gaat aanleggen voor deze 5 meter. Eens kijken of Laura inderdaad ervoor meepakt. Want het is wel iemand die penalties kan pakken. En dat doet ze ook. Ja, ja. Wat Debbie kan, kan Laura ook. Allebei een strafworp. En geef maar aan hoe goed allebei de keepers zijn. Hierdoor blijft de stand 3-5 in het voordeel van Wiedek Schrees het Zeedonk. Dat is trouwens wel de tweede mooie mid-vooractie van Mout. Ja, dat klopt. Wanneer er ook maar een kleine kans is om onder mid-voor aan te spelen, dan zie je dat het toch al gauw gebeurt. En waar vervolgens een uitsluiting het gevolg van is. Voor mensen die vragen van wanneer is een strafworp, wanneer is een uitsluiting, ook dat vinden wij moeilijk. Dat wordt heel snel besloten, maar wanneer er een mid-voor actie is waarbij echt een doelkans wordt verhinderd met een zware overtreding, dan volgt er een strafworp. Dat is eigenlijk in één keer schieten vanaf 5 meter. Het voetbal zou het een penalty heten, alleen die wordt van 11 meter genomen. Bij ons is maar vanaf 5 meter. Donk gaat in de contra met Laura van der Graaf. Ze wordt gestuit door Merel Bouwman, waardoor Donk een wat langere aanval gaat spelen. Ik had eigenlijk verwacht dat ze wel door zou gaan. Had ze voor mij misschien wel mogen doen. En we hebben weer een uitsluiting voor UZSC. Lieselotte Smits. Rob Bijeman die zich nu wat druk maakt om een slaande beweging naar achter. Maar die maakt zich wat druk. Lieselotte Smits wordt vervangen. En Donk heeft man meer voor nog 6 seconden. Ik dacht dat hij erin zat, maar het was gewoon zijn netje. Goeie man meer overigens, gespeeld door Donk. Via Marloes Nijhuis naar Kelly Kruisinga. Die hem helaas aan de verkeerde kant van het net schiet. Worden vriendelijk gedag gezegd door Benjamin Hoepelman, die even achter ons langs loopt. Was een echt een mooie backhand van Leonie van der Molen. Je mag een vrije bal in één keer op doel schieten. Maar dan moet wel de overtreding buiten de 5 meter zijn.
En daarvan zei de scheidsrechter dat de overtreding binnen de 5 meter was. Leonie was slim genoeg om een klein stukje naar achter toe te gaan en vanaf 5 meter te schieten. Maar de scheidsrechter trapte er niet in, dus liet hem keurig overgaan in de vrije bal voor Donk. En UZTC gaat nu weer in de contra met Sonja Schreuder. Maar die komt op een plek uit waar ze op dat moment geen kans meer heeft. Overigens wel opvallend dat het spel steeds wat fysieker begint te worden met steeds meer uitsluitingen. En weer een goede actie van Leonie van der Molen die de bal over de goal wipt. Met een mooi bekeken lopje en Donk mag weer in de aanval. We hebben net even gedag gezegd door Lars Reuter die zich nu ook in het zwembad bevindt om zich klaar te gaan maken voor de wedstrijd van hierna. Maar eerst nog even de dames. Het klopt, Mike. Het wordt steeds fysieker. We krijgen steeds meer pace, maar we krijgen geen doelpunten meer. En dat willen we toch eigenlijk wel zien. Oh. Goeie met vooractie van Amarens Gené. Maar wel een... wel alle lof voor Debbie Willems die haar ploeg hier op 3-5 voorsprong houdt. Waar het eigenlijk net zo goed 4-5 had kunnen staan. Maar door een superredding blijft het 3-5. En we hebben het al meer gezegd. Wat Debbie doet kan Laura ook. Dus ze houden elkaar gewoon keurig in evenwicht. Gewoon twee goede keepers die allebei heel veel ballen pakken voor hun ploeg. Maar ik weet je nog wat de tussenstand na 3 periodes was afgelopen vrijdag in Gouda? Volgens mij was dat 3-5 in het voordeel van Donk. Het zou ook 4-5 kunnen zijn. Het was 3-5, maar het is nu 4-5. Echt weer een mooie actie en een mooi doelpunt van Merel Bouwman. Ze frummelt de bal er werkelijk in. En het blijft toch een speelster die op het moment dat het nodig is, of een strafworp of zo'n doelpunt moet gaan pakken. Die toch heel veel waarde voor de ploeg heeft. Niet altijd even opvallend, maar wel veel scorend. En hiermee brengt Merel Bouwman de stand toch weer wat meer. De spanning toch weer wat meer terug in de wedstrijd. En hebben we nog 2:24 te spelen en is de stand 4-5 in het voordeel van Wiedek Schezen Sedonk. Dus we halen niet meer dezelfde tussenstand als afgelopen vrijdag, Mike. Opnieuw een uitsluiting voor UZTC. Uitsluitingen zijn er deze periode voor UZTC veel geweest. Maar volgens mij is het ook 3-4. Maar Donk heeft er nog niet van kunnen profiteren. En UZTC speelt ook een wat actievere verdediging. Op een gegeven moment gaan ze wat meer aanvallen. En ze krijgen nu denk ik een probleem wanneer die nu naar nummer 10 gaat. Want ik denk dat die nu zometeen vrij uit kan halen. Oh. En Lisette Roosboom benut die man meer erg vrij. Twee keer dreigen waardoor Laura Aerts kansloos is. En ze schiet hem lange hoek binnenkant paal. Achter de kiepster van UZTC, waardoor de stand op dit moment 4-6 in het voordeel is van Wiedek Schezen Sedonk. Ik zag hem wel aankomen, Mike. Ze lag al enige tijd vrij en Lisette is wel een speelster die daar gebruik van kan maken. Ja, die kan echt goed schieten. Hè? Die schiet bijna als een kerel zo hard. Ik vind boogjes toch wel mooier als ze goed zijn. Het was wel zonde. Het was een mooie boog, goede beweging van Jolien Bouwman. En eigenlijk kon Debbie hem alleen maar op de lat kijken. Maar goed, er heeft zijn engeltje zitten. En dat is het geluk van een goede keeper. Donk wat nu een 5 meter claimt. En vooral de coach Johan Aantjes die opspringt. Ze krijgen hem niet en UZTC mag weer in de contra. Ik dacht trouwens dat Rob Beierman even mee wilde lopen in de contra. Die dacht weer eventjes dat hij de scheidsrechtersfluit om heeft, maar vanavond is hij toch echt de coach.
We hebben nog 48, 49 seconden te spelen in deze derde periode, 6-4. En het zou lekker zijn als we het CM nu nog erin gooiden. En dan gaan we met 5-6 gaan we de laatste periode in. En ik denk weer dat we zo weer een time-out spelletje gaan krijgen. Wel of geen doelpunt, maar bij balwissel gaat Johan zeker een time-out aanvragen. Nog 30 seconden te spelen en Dong mag in de aanval. En geen time-out van Johan. Ik had er wel verwacht dat hij het zou gaan doen. Nomi komt door over rechts. En we kunnen eigenlijk een compliment aan Johan geven. Snelle tegenaanval via Nomi. Op de mid voorgelegd bij Maud Megens. Maar we ontkennen dat we dat gezegd hebben. Precies. Maud Megens die de 5 meter meekrijgt en hem vervolgens ook zelf gaat nemen. Nog 17 seconden te spelen en ze zouden stand op 4-7 kunnen brengen. Of kan Laura Aert zich weer onderscheiden door hem te pakken? Ik denk dat je dan toch als keeper het afdwingt. Laura gaat steeds beter keepen en Maud wilde hem wel heel scherp schieten. Het is wel iemand waarvan wij vinden dat als het spannend wordt, geeft dan de bal maar aan Maud. Maar dit ging toch even niet goed. Ze schoot hem buitenkant kruising denk ik eruit. Dus UZTC leeft nog eens iets te ver. Maar 3 goals was wel heel erg lastig geweest. Het is nu 6-4. En wat Johan niet deed, doet Rob Beijerman direct wel. Hij neemt een time-out. En gaat met zijn dames afspreken hoe ze de laatste, ik denk 20 seconden, doorgaan. Wij zien alleen maar de time-out tijd teruglopen. Dus we kunnen niet precies zien hoeveel het is. Overigens wel knap dat Laura van der Graaf en bijna 2P staan. En tot nu toe vrolijk blijven doorspelen en zich behoeden van een derde P. Ja, sommige coaches zeggen van nou ga er maar uit. Maar ja, dan straf je eigenlijk. Ja. 17 seconden te spelen. Leonie van der Molen wil toch zometeen graag die bal hebben, denk ik. Boogbal van Kiki Geesterik. En we krijgen nog een man meer. Maar die houdt ze keurig vast. Zodat ze aan het begin van de vierde periode met een man meer kunnen gaan beginnen. Het is wel één kleine voorwaarde, Mike. Dan is het de bedoeling dat UZSC de swim-off wint. Zodat zij nog 20 seconden man meer hebben. En we zijn benieuwd. 4-6. Nog 1 periode te spelen. En het is zeker nog niet gespeeld. En als de laatste bal erin gaat, of ze de bal pakken en een man meer maken, 5-6, dan gaan we een hartstikke spannende laatste periode tegemoet. En ook wanneer die niet zit, deze wedstrijd is nog niet gespeeld. Beide ploegen zijn aan elkaar gewaagd. En ik heb ook een beetje het idee dat degene die gewoon denkt van ach, ik ga gewoon eens lekker vrij uit liggen schieten en niet te bang is voor de keeper, dat daar wel een voordeeltje in zit. Ik kreeg net door ook dat in Leiden is het inmiddels 10-8 geworden. Voor ZVL tegen het Ravijn. Kleine correctie, ZVL wint met 10-6 in plaats van 10-8 van het Ravijn. Dus jij bent ook beter met nieuwe media dan ik, Mike. Jij bent er veel handiger in. Precies. Ik kijk een klein beetje mee op het tweede scherm en dan zien wij de Twitterberichten voorbij komen. Dus dat betekent dat ZVL op een voorsprong komt van 2-0. Overigens wel leuk om te zien dat wij een melding krijgen van AZC. Die sturen een berichtje dat ze vrolijk meekijken. En leuke berichten om dat zo te volgen via Twitter-account. En AZC heeft ook nog wel een klein klusje te doen. Willen ze naar de finale komen, toch Mike? Daar ga ik wel van uit. Dinsdag mogen ze aan de bak in Alphen. En die moet AZC winnen om uitzicht te houden op de finale. Want voor de waterpolo-liefhebbers zijn het wel leuke dagen. Iedere dag is er wel ergens wat polo te zien. Het is de ene halve finale naar de andere halve finale. Wedstrijd na wedstrijd.
En zeker ook nu, doordat Donk en UZTC samen hebben afgesproken om de wedstrijden altijd in tweeën te spelen. Dus altijd een heren- en een dameswedstrijd. Leuk om te zien, leuk om te kijken. Veel publiek. En we gaan ons nu, we gaan bijna beginnen aan de vierde periode. Het zal belangrijk zijn dat UZTC de bal heeft en zich direct op kan stellen voor een man meer. Denk jij dat Rob een time-out neemt als ze de bal hebben? Ik denk het nog niet. Ik denk dat het nog iets te vroeg is en dat hij hem nog spaart voor het eind van de vierde periode. Ik zou het in ieder geval ook niet doen als coach. Ik zou hopen de bal zo snel mogelijk opstellen. En Chris Geert schort nu, of gooit, hij legt de bal eigenlijk een beetje in het water. En eens kijken. Nomi ruim de bal. Dus dat betekent Donk is weer compleet. En u is zeker geen gebruik maken van haar man meer. Dat is jammer. Wij kunnen zo na de wedstrijd kunnen wij een speelster vragen voor een interview. Als jullie iemand als voorkeur hebben wie je wilt laten interviewen, geef een seintje af, een tweetje en dan gaan wij kijken. En als je daar een vraag voor hebt, Jesse, is het ook goed. Overigens leuk om te zien dat Vivian vanuit Sicilië gezellig mee zit te twitteren. Zij kijkt zowel de livestream van ZVL, die zo net hebben gewonnen. Oh, mooie bal. Leonie van der Molen maakt een man meer af. Laten we zeggen, vanaf positie 6 krijgt ze de bal keurig aangespeeld. Van wie krijgt ze die bal, Mike? Van Amarens Geneen. Ze speelt hem echt mooi in één keer door. Dus de man meer die ze hadden, wordt na iets later wordt het toch gemaakt. En 6 tegen 5. Het kan alle kanten op, Mike. Zeg dat wel, en om mijn verhaal even af te maken, ik had het net over Vivian Sevenits die vanuit Sicilië het goed geregeld heeft. Ze heeft zojuist gekeken naar ZVL tegen het Ravijn op een livestream. En nu zit ze vrolijk mee te kijken in Utrecht bij deze wedstrijd. En leuk om te zien dat ook vanuit Sicilië en vanuit Barcelona de wedstrijd volop wordt gevolgd. En misschien als ze net gespeeld heeft, kan ze de uitslag even doortwitteren. Dan kunnen wij die keurig in onze livestream vermelden. Want ook zij is volgens mij op weg naar de finale van het Italiaanse kampioenschap. Inmiddels is de 7 in de aanval. Nog een secondetje of 15. En als we nu een beetje langs de scheidsrechter heen kunnen kijken, dan zien we weer dat Debbie weer een bal pakt. Begint wat dat betreft een beetje eentonig te worden. Keepers houden een hoop ballen tegen. En dat betekent dat er weinig gescoord wordt. Doelpunten zijn duur hier in de Kromme Rijn vanmiddag. Isabelle van Toorn die de mogelijkheid had om te schieten, alleen glipte de bal wat weg uit de handen. Iets te hard in de bal geknepen, denk ik. En we krijgen nu begint de emotie echt te komen. Nu zijn de rapen gaar. Doelpunt van Isabelle van Toorn. Scheidsrechter zag hem over de lijn. Ik kan het hier vandaan echt niet zien. Rob Beijerman denkt er volgens mij anders over. Maar of die echt zat of niet, dat weet ik niet. P was al bevochten. Heel snel man meer uitgespeeld. En dan ook nog zo'n twijfelachtig doelpunt. Dit betekent dat het lontje nu wel is aangestoken, denk ik. Mooi om te zien hoe dat het publiek in Utrecht aardig fel reageert. Toen Donk de man meer situatie meekreeg.
We zijn benieuwd. Nog zes minuten te spelen met de stand 5-7 voor Donk. Het was ook echt volgens mij 1 seconde voor het einde van de 30 seconden. 30 seconden de schotklok. Binnen die tijd moet je een doelpoging hebben gewaagd of gewoon op doel geschoten hebben. En zo niet, dan ben je de bal kwijt. Dus de helft was al weg en de andere helft was er aan het verdedigen. En dan is het altijd rommelig en is het lastig of er dan wel of geen P terechtkomt bij een ploeg. Maar goed, hij gaf hem. We zien ook dat Clement Stegman inmiddels is aangeschoven. Neem aan dat je al een tijdje wakker bent, keeper van Alphen. We zien steeds meer mensen die de livestream gaan volgen. En we gaan er maar vanuit dat als ze schrijven dat ze erg tevreden zijn met het commentaar, dat ze het ook menen. Wij vinden het hartstikke leuk om te doen. We doen ook ons best om het voor jullie leuk te maken. En we gaan nog even door. En ik zie nu eigenlijk Mike. Doelpunt Marloes Nijhuis. En ik denk toch eigenlijk wel dat ze hiermee een klein gaatje heeft geslagen. 5-8. Er zat een vrije bal op een meter of 6. En ze schiet hem eigenlijk keurig de kraal in. En ze brengt de stand op 5-8, wat ik al zei. Met nog ruim 5 minuten te spelen. En nu moet UZTC toch wel met een goed plan komen om deze achterstand goed te maken. 5-8 is inderdaad veel, maar aan de andere kant, we hebben net gezien hoe snel het kan gaan, 2 kanten op. Dus UZTC gaat toch maar weer volle bak op de aanval, denk ik. En ik denk dat de schroom zo wel van iedereen afgegooid gaat worden en er wordt volle bak op de aanval gespeeld. Aan de andere kant geeft het ook Donk weer de mogelijkheid om contra te gaan spelen. Drie man bovenop op Leonie van der Molen en ze kreeg toch een vrije bal tegen. Soms is het wel eens lastig om te zien. Isabella met een die eigenlijk instart vanaf de top. Recht richting de tweede paal. Krijgt de bal van Laura van der Graaf en ze wordt teruggetrokken. 5 meter. Goede aanvallende actie van Isabelle van Toorn om in te starten. Ja, en ze werd bij de hand gepakt toen de bal aankwam door Leonie van der Molen. Er was over deze strafworp valt weinig te discussiëren, denk ik. Nou, dan wordt het tijd dat Laura weer wat gaat pakken. Maar het is Marloes Nijhuis die de stand op 5-9 brengt. En keeper kansloos, super 5 meter. Dan ben je als keeper vaak kansloos wanneer je van 5 meter goed inschiet. En dat is zeker het geval nu. Goeie 5 meter. En ik denk toch wel dat het beslist is, Haaf. Ja, ik denk het ook. Jij hebt meestal wel het idee dat de keeper ook nog wel wat zou moeten pakken. Maar het is nu eigenlijk een beetje hetzelfde als afgelopen vrijdag. Waarin Donk ook in de vierde periode het verschil maakte. Als ik kijk naar de tussenstand deze periode. Het is nu 3-0. Voor Donk in deze periode. En we krijgen nu een man meer voor UZTC. Uitsluiting Nomi Stomporst. En dit wilt UZTC... Daar was er nog iemand niet. Het zal, hij moet er wel in, Mike. Wilt UZTC nog wat terug doen deze wedstrijd, dan is dit wel een goede mogelijkheid om wat terug te doen. Binnenkant paal. En dat wordt ook gedaan door Merel Bouwman. We zeiden het al, wanneer het eigenlijk moet gaan gebeuren bij UZTC, dan kan je toch eigenlijk wel een klein beetje gaan vertrouwen op Merel Bouwman. En ook deze keer bewijzen het weer om... Het is alweer de derde doelpunt die ze maakt. Dus, het is wel knap dat zij altijd... Inderdaad, als het nodig is of als UZTC het lastig heeft of een moeilijke strafworp, is toch degene die het doet. Knap. Voor alle duidelijkheid, het staat nu 6-9 in het voordeel van Geza Seydonk. Met nog ruim 3,5 minuten op de klok. Kijken of we nog tweets hebben, Mike.
Wel leuk, we zien dat niet alleen Jesse en Sebas vanuit Barcelona mee zitten te kijken, maar ook John Winkelhorst, die vanuit Barcelona de UZTC dames en heren wil aanmoedigen. En de complimenten geeft aan de livestream bij UZTC. Leuk om te zien. Ik denk dat hij het heeft over de kwaliteit van de stream en niet over de kwaliteit van ons, Mike. Ja, voor de eerste keer, iedereen moet een keer beginnen, dus we hopen dat het goed te volgen is. En Debbie had voor de verandering weer een bal. Oké, we krijgen een tweet ook van Vivian Zevenits. Die zegt de halve finales in de Italiaanse competitie die beginnen volgende week zaterdag pas. En dan hoop ik dat ik het goed uitspreek, maar zij gaat spelen met Despar Messina tegen Rari Nantes Imperia. En Italianen lopen dus een weekje achter op wat wij doen. Dus wij wensen ook Vivian, trouwens net als alle andere dames die in het buitenland spelen, ontzettend veel succes om daar... ook daar landskampioen te worden in verschillende landen. Is toch allemaal lekker als je met veel titels terugkomt bij het Nederlands team. En we zijn eigenlijk nog niet klaar met het verhaal van Vivian. Of we krijgen de volgende tweet vanuit het buitenland. Alex Roelsen. Speler van UZTC vroeger en die vanuit Gouda naar Amerika is gegaan. En ook hij kijkt vrolijk mee. Leuk om te zien dat de livestream niet vanuit Nederland, maar vanuit eigenlijk meerdere landen gevolgd wordt. En leuk ook te zien dat zoveel van die Nederlandse polo'ers het overal goed doen in de wereld. Gaaf om dat te zien. Of om te lezen eigenlijk, als ik eerlijk ben. Als jullie overigens nog een verzoek hebben voor een interview na de wedstrijd, dan zien we die graag verschijnen via Twitter. We krijgen er net eentje binnen van Sam van ZBB. Die geeft aan dat het een goede beeldkwaliteit is. En hij vraagt om een interview met Lindsey Bauma. Die overigens niet helemaal toevallig vorig jaar bij ZPB gespeeld heeft. Dus ik denk dat daar misschien dat die elkaar wel heel goed kennen. De vraag is overigens wel of de jongens in Barcelona in een kamer zitten te kijken of dat ze op het strand een openbaar wifi hebben gevonden om daar lekker naar het polo te gaan kijken. Als ik hier zo naar buiten kijk, zou ik het wel weten, denk ik. En de man Meer van Donk is inmiddels afgelopen. En we gaan weer in de contra met UZTC. En 1-21. Dat gaat het niet meer worden, Mike. Inmiddels is de laatste minuut van de wedstrijd ingegaan met nog 52 seconden te spelen. Staat het 6-9 voor Wiedeks Geest Zeedonk. En UZTC mag nog een keer in de aanval. Maar het is gespeeld, hè? Het is over en uit. Hiermee brengt de formatie uit Gouden de stand op 2-0. En, ik denk dat UZTC een aantal kansen heeft gehad. Ze niet heeft benut. En, dat is zonde voor de ploeg van Rob Bijman. Ja, weer 5-6. Helemaal goed. Er wordt ook nu... sommige mensen zijn al bezig met de volgende wedstrijd. De voorspelling van de heren. Maar wij als commentatoren geven geen voorspellingen af. Clement, sorry. Wij zullen zo vragen om een interview met allebei de keepers. Ik denk dat degene zijn die deze wedstrijd toch veel kleur en veel goede dingen hebben gegeven. Dus wij gaan zo meteen kijken of we één en het liefst allebei de keepers voor de microfoon kunnen krijgen na de wedstrijd.
is gespeeld. Einde wedstrijd. En Donk wint met 6-9. Zit erop. Wij proberen een interview te regelen met een van de keepers. Hopelijk beide. En ja, we gaan ons best doen. Jullie horen nog van ons. Debbie, gefeliciteerd. De tweede wedstrijd die je wint, die in een best of 5-serie. Wat vond je ervan? Ja, in het begin speelden we gewoon echt wel goed. We kwamen op 4-1 of zo was het. Ja, dat is anders dan de eerste wedstrijd. De eerste wedstrijd begon heel erg spannend. Het was de eerste periode 1-0 of zo. Dus het is wel fijn dat we nu heel erg goed begonnen. Maar UZ kwam weer terug. Dus dat is wel, wel balen ervan. Maar gelukkig hebben we het mooi weer afgemaakt in de vierde periode. Precies, en kunnen we al een klein beetje spreken van een penalty killer of
Of wil je dat nog laten zien in de volgende wedstrijden? Nou, ik wil natuurlijk wel elke wedstrijd weer opnieuw laten zien. Maar als bij meet voor me ligt, dan wil ik hem wel hebben. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, precies. Nou, leuk om te zien. Veel reddingen. Wat vond je van de eerste twee parten? Nou ja, wat ik al zei is dat in de eerste part zijn we gewoon heel erg goed begonnen. Kwamen we op 4-1, daarna 4-2. Aan het einde van de eerste periode maken ze die of zo. En volgens mij komen hun in de tweede part winnen ze die. En dat moeten we eigenlijk gewoon doorzetten. We moeten die contrast door blijven zetten, tempo zetten, zeg maar. Dat we gewoon wel heel de tijd die doelpunten maken. En dat gebeurde gewoon niet in de tweede part en dat is wel gewoon zonde. Oké, ik wil je bedanken en ik wil je veel succes wensen dinsdag. Alsjeblieft. Dankjewel.